Ik ben Sven de Ridder, 39 jaar. Ik heb mijn opleiding schaatstrainer niveau 2 afgerond. En daarna kon ik via een verkort traject de inline skate trainer niveau 2 gelijk aansluitend doen. Ik vond het zelf zeer fijn dat ik eigenlijk via een verkort traject gelijk deze training erbij kon doen. Waardoor ik eigenlijk voor beide disciplines nu een diploma van de KNSB heb. Het meest waardevolle en leuke van de praktijkmodule vond ik het samenwerken en samen leren met de collega trainers die eigenlijk ook actief zijn bij een andere vereniging. En dat je dan samen gaat werken om hoe je de schaatsbeweging kan overbrengen naar je pupillen. Ja, eigenlijk het belangrijkste wat ik tijdens de opleiding geleerd heb is dat iedere trainer heeft een rugzakje. En een rugzakje bestaat uit trainingsmethodes en manieren om dingen over te brengen naar de pupillen. En dat rugzakje dat kun je eigenlijk blijven vullen met nieuwe technieken en dingen om het over te brengen naar de pupillen. En het is heel belangrijk om dit rugzakje eigenlijk te blijven vullen. Ik vond het echt fantastisch om met anderen samen te werken binnen de lesstof die ons aangeboden werd. We hadden mensen in de groep zitten die al jarenlang training gaven aan recreanten. Tot mensen die training gaven aan echte marathontoppers. En de verschillende kijk die hun hebben op het schaatstechniek was echt fantastisch om daar deelgenoot van te zijn. Nou, ik zou deze opleiding zeker aanraden aan andere trainers. Eigenlijk van beginnende trainers tot gevorderde trainers zou ik zeker willen uitdagen om deze training te gaan doen. Zeker als eigenlijk al die doelgroepen vertegenwoordigd zijn tijdens zo'n training, krijg je zo'n leuk gezelschap. En dan kun je echt van elkaar leren. Dus ja, eigenlijk aan trainers de oproep, doe mee. En de KNSB de oproep, maak er leuke groepen van. En dan hebben we straks allemaal fantastische trainers voor de groep staan.